Een beetje een dode wedstrijd. Hoe vond jij het? Ja, dat vond ik ook. Ik had tegen mijn directe tegenstander, zei ik het ook net in de tweede helft. Ik zeg, er zit niet veel meer in vandaag. Valt niet mee ook op het veld trouwens. Dus ja, ik denk dat je heel snel klaar bent met commentaar. Ja, en dan kwam het zonnetje eigenlijk pas het laatste kwartier tevoorschijn. Dat je denkt, nou, het wordt lekker lentevoetbal. Daarvoor was er geen zon, maar waarom zat het er niet in? Nou ja, ik denk twee ploegen die elkaar echt alles aandeden om niet te laten voetballen. En op dit veld valt dat ook echt niet mee. Dus ja, was een beetje een doodse wedstrijd. Ja, twee ploegen die daar dan alles aan deden. Is dat ook omdat jullie heel erg aan elkaar gewaagd zijn? Dat het gewoon van beide kanten dat je er net niet doorheen komt? Nou, dat denk ik ook. We staan niet voor niks zo dicht bij elkaar op de ranglijst. Dus dat heeft er wel degelijk mee te maken. Maar goed, ja, je wil altijd proberen om beter voetbal te laten zien. Maar vandaag zat het er gewoon echt niet in. Aan beide kanten niet. Nou ja, vorige week was het jullie slechtste wedstrijd van het seizoen. Dat is wat de trainer in elk geval zei. Die winnen jullie. Was deze wedstrijd iets beter? Nou ja, qua resultaat natuurlijk niet. Maar vorige week hebben we gewoon echt de punten gestolen. En vandaag was het wel ietsjes beter. Maar ja, je moet ook niet te snel tevreden zijn. Want ik denk, ik kan me niet echt een kans herinneren van ons. Dus, en ook niet van hun. Dus ja, het zegt ook wel alles, denk ik. Nou ja, je weet waarschijnlijk dat wij altijd samenvattingen maken van deze wedstrijd. Ik vroeg het net al aan je collega-aanvoerder. Wat moet daarin? Ja, dat wordt goed zoeken. Ik denk dat je met een half minuutje, een minuutje klaar bent, denk ik. Maar ik zou die weten misschien... geen idee eigenlijk, je ziet het al. Ik kan er niet echt een kans op noemen. Ja, gelukkig is het op het andere veld om bij die half vier wedstrijd 6-1 geworden bij HAC tegen Achilles. Dus daar kunnen we vast wat van maken. Ja, dan wel, is goed.